Lekker terug op mijn YouTube kanaal. En zoals jullie kunnen zien, dit is de groeitent. En loopt hier achter een beetje over. En hiervoor ook. En deze planten zijn nou meer dan een meter doorsnee. Maar ze groeien wel ontzettend hard. En dit is mijn Ahi Pineapple. En deze begint aardig wat vruchten te ontwikkelen. Helaas heeft mijn hond de halve boom opgegeten. Ik weet niet of het heel goed te zien is. Maar als ik hem kwarslag draai, hij mist gewoon een heel gedeelte hier. En normaal gesproken geef ik niet snel mijn hond de schuld. Maar helaas, deze heeft dat dit keer wel gesloopt. Maar overal waar je hier kijkt zitten wel gewoon vruchten. En er vallen regelmatig wat bloemetjes. Dat is normaal. Want op een gegeven moment is de plant gewoon volzadig met een aantal vruchten. Wat hij kan produceren op dat moment. En bij zo'n klein plantje is het aantal snel bereikt. Dat moet ik wel toegeven. Hij was een stuk groter, dus hij had meer kunnen produceren. Maar ja, nogmaals, de hond heeft een stuk ervan afgegeten. Want die eet inderdaad ook gewoon pepers. En het is wel heel erg mooi om te zien hoe ze nou ontwikkelen. Er zitten een paar joekels tussen natuurlijk. En er zitten ook pepertjes tussen die gewoon niet opschiet. Nou, kijk, zie je, dit is een hele mooie. Er zitten gelijk drie naast elkaar. En ze zijn gigantisch, hè. Dus het zijn geen kleine jongens. Even kijken, dan zullen we die even eruit halen. Want een beetje ruimte hebben in de tent. Even kijken. Dus in de tent is het 24 graden met een luchtvochtigheid van 67%. S'nachts zakt de temperatuur naar 16 graden en 's avonds is het 25 graden. Overdag is de luchtvochtigheid van 58%. Wanneer de tent de lampen uitgaan, dan stijgt de luchtvochtigheid naar 83%. En op dit moment is het 67% de luchtvochtigheid. Zoals je ziet, hier zijn drie etappes. Dit zijn twee professionele groeilampen. Ze zijn niet goedkoop, nogmaals, ik heb het eerder gezegd, want de armatuur zelf die kost ongeveer 70 euro en dan moet je nog twee lampen aanschaffen. Deze daarentegen die heb ik in de aanbieding kunnen kopen, dus die kostte 56 euro, met de lampen ook, die kostte ook 7 euro, 8 euro per stuk. Dus ja, hou er wel een beetje rekening mee. Sommige lampen zijn duur, sommige zijn goedkoop. Maar er bestaat natuurlijk ook de budgetmethode en dat is gewoon door een DL-buis te gebruiken. En dit is toevallig eentje van de gamma. En ja, zoals je ziet, het groeit hier allemaal perfect. Dus helemaal niks mis mee. Maar ja, dit is natuurlijk wel iets ander licht. Dus je moet die wat lager op de plant aan. Maar nogmaals, achter staat een Smoking Head Carolina Reaper. Dat is die daar. En die groeit als een bakbeest. Het is natuurlijk niet zoals zijn broertje. Want tussen de twee monsters die hier staan, staat een klein plantje verstopt. Of in ieder geval, zo klein is hij niet meer. Maar dit is ook een Smoking Head Carolina Reaper. En deze begint aardig hard te groeien. Dus dat is wel ontzettend cool. Dit is trouwens een 7-pot bubblegum. Deze is nou wat vruchten aan het ontwikkelen. Maar hij is meer bloemetjes en verlies op dit moment dan wat anders. Want ik had de verkeerde voedingsstoffen in de emmer gedaan. Ik kwam er pas na twee dagen later kwam ik er pas achter, dus dat was een beetje mijn fout. Een beetje stom, maar helaas. Ik zal deze even weghalen, dan kan ik even naar de bootlaar kijken. Dus ja, dan zullen we even deze weghalen. Hey, we hebben weer een beetje plaats in de tent. Oké, dit is de bootlaar chocolade. En ik weet niet of het heel goed duidelijk overkomt, maar ja, er zitten hier nogal wat bloemetjes. Het groeit allemaal mooi. Maar ook hier hou ik de voedingsstoffen verkeerd. Dus ja, het moet wel een beetje vervangen worden, dus dat ga ik dadelijk even doen. Maar nogmaals, het groeit sowieso ontzettend mooi. Even kijken, wat hebben we nog meer hoor. Lampen.
Dit is mijn 7-pot bubblegum. Deze had een blokprobleem, maar die is hersteld. Dus dit is mijn, even goed nadenken, Trinidad Maruga Scorpion chocolade. Deze had ook een blokprobleem. Ook die is hersteld. Hier staat een Bohemian Goat. Dit is Sugar Rush Peach, Carolina Reaper, en dit is een HP 22 B. Dat is een broertje van die. Dit zijn de pepers van het peperzadenzaai serietje. En ze beginnen aardig groot te worden. Beter gezegd, het verschil tussen gewoon en hydroponics begint nou heel erg duidelijk te worden. Ik moet ze daar gewoon even water geven, het merk is een beetje droog, kan zijn, maar verder is ze gaan ontzettend goed. Dat zijn twee AI pineapples, wat ertussen staat, dat is dat zijn de Hungarian Hotwaxes. Mijn Hurricane begint eindelijk door te gaan, en dat is ook voor nieuw. Ik had eigenlijk niet verwacht dat deze door zou schieten. Dus dit is een AI Blanco Crystal, de Violetta. Dit is ook een blanke kristal, omnicolor, omnicolor, violetta, omnicolor, omnicolor, ah ja, Monero, Chinese 5 color, de violetta, 3 stuks zelfs. Volgens mij is er ook een Chinese 5 color, Chinese 5 color en een Nagia Lokia. Dus ja, dit zijn alle planten in mijn tent. Het zijn er een hoop. En dit is dus een kleine update, omdat mensen daarna vroegen. Maar ja, dat was het. Tot de volgende keer.